willen vezelintjes zingen, gaat lopen en springen, dan jij de pingel leidt. Goeie kansen, men ziet ze weer dansen, gezellig in een rij. En op muziek kijken door links, dan door rechts, en die doet wat dan komt er in een rij. Ik lief ze voor het dans, wees nog voor de lieren, is ik al beurde hieren, dus jongens op. Ik ken dichter als door die ruk of rem. We zien al die los met je woorden, de beut vol met bloren en nazi's op het hemd. De Griekse woordzans, die is nog grote lieren, is ik al veurde lieren, dus jongens op. Goedenavond, dames en heren. Je weet allemaal wel, de volksdans, dat is tegenwoordig een geweldige rage. En wij als dorpelzengers, wij doen er ook en met. En wel als Grieken. Wat stel je voor? Grieken. Oh. Ja, en dames en heren, in een Grieks programma, daar kan natuurlijk niet in ontbreken de wereldberoemde Sirtaki Zorbas dans. En die gaan we nou voor u brengen. Dansers, opstellen! Ja, hey, jongens, willen snel nog einde dansen. Dat jij toch niet? Kom met dans, kom. Kom, met ons. Hey, wil doen het zelf. Ja goed, ik zal zelf al met ons, maar met wie lang jij daar niet? Kom met ons, meer wat beter. Kom jongens, kom. Kom nou. Alles een beetje op, wat is dat nou toch? Als je geen piano hoeft te spelen, deed ik het zelf wel. Oh Willem, daar weet ik misschien wel weer op. We hebben nog meer pianisten in. Jawel. Hans van Wicht heb ik straks gezien. Hans, kom eens op, jongen. Thank you.
als ze de reisvolgers zo wordt de gluiving, dan werd er zo in gans Griekenland op elk plein en op elke strook gedanst. En zo heeft bijvoorbeeld ook prachtig passen zomers op die schoene pool die we nou gekregen hebben. Hè? Met dat schitterend gebouw wat er nou ligt, ik vind het toch wel zo geweldig. Als ze dat zo verzakken is met die lempjes en die gardientjes en zit. Schitterend in één woord. En dat is denk ik nou wel heel veel van die echte deursmonumenten. Hoe die rutsen op worden zien, die moeten verhooien jongens. Dan is het wel dat schoene gebouw met die aan weg te zitten. Dat die jos wat er ben ik, die pomp. Het bekkerswiel met dat huntje dus te gaan allemaal in. Dat is toch schitterend. Dat moeten we bewaren. Ik vind het werk, ik vind de pool grandioos. Ik vind het zo schoon, ik heb er een gedichtje van gemaakt. Nou, wat dit gedichtje, ik kan wel zeggen, het is een ode. Een ode, en die lees ik hier echt bespeuren, dat is maar kort. En die is getiteld, De Ode en de Pool. Hier staan we dan, op deze dierbare grond. De pool waar eens ons wiegje stond, waar onze herinneringen zich hervinden, tussen het groene loover van de bloeiende linde. En s'avonds als het donker is, en de klokken luiden voor de avondmis, dan daalt de rust en de oude sfeer, en tevreden kijkt Lambertus op zijn schaapjes neer. Hier staan we dan op deze dierbare grond, waar vroeger slechts een oude fiets nog stond, staan nu de auto's op elkaar en brommels knetteren met levensgevaar. Men gaat er dans en eet patat en drinkt te veel van het gersten af. En s'avonds als het donker is, dan gaat het soms hartstikke mis. Dan wordt er bij de dokter aangebeld omdat er weer een is geveld. Door dolk of mes of wat men heeft, ons dorpje leeft, maar Lambertus beeft. Ik vind het zelf ook heel schoon gedicht. Ik heb het opgestuurd aan de Peelkanter. Maar helaas kan het niet gepubliceerd worden, want het ligt boven het gemiddelde. Maar ja jongens, ik zeg maar zo, wat kan er als je deur dan nog gebeuren? Lambertus de wijk door voor ons en we hebben dan ook voor zijn eigen wijkagent. Dat is toch wel niet mis, hè? We kunnen eraan! Wat doen we weer? Hé? Het zomertenu, hè? Het zomertenu. Kom. Ziet jij de nieuwe wijkagent? Pardon, ik ben wijkwachtmeester. Oh, wijkwachtmeester. Oh, dat is gepier dan, hè? Oh, maar je ziet niet toch in deur op dan als politie aangesteld? Nee, ik ben het van niet. Nee, dat kan me wel huren. Maar je ziet niet toch politie nou bij ons staan? Dat klopt ook niet. Dat heeft verkeerd in het bleekje gestaan. Oh. Ik kom in Panningen. Klopje, Panningen. Zullen ze dat gedacht moeten gaan worden? Ik kijk wel goed. Oh, maar kunt je dan mij vertellen zo gaat wat uw taak hier nou is? Wat je moet doen en zo? Och, ik moet de zaak zo'n beetje in de gaten houden. Wie? De zaak in de gaten houden. Nou ja, we verstaan dat wel. Ik vind je trouwens een heel aardige kerel en ik zou zeggen, blijf vanover het gezellig in bij ons. Dat kan onmogelijk. Wat? Ik moet maken dat ik in paniek kom. Is toch vanover nou gaat te doen dan? Ga niks, want die gepeltjes die zitten allemaal in de zaal. Oh. Dat was een zwijgenkent en wij gaan weer met een liedje en dat kan eigenlijk nog dit. Nu is het begon als over Lambertus. En het is getiteld Lambertus is weer terug. Lambertus is weer terug. O looie rot, o ze dierbaarste. Aan de polis ik ontmoet. Zo min ik
Ja, dames en heren, Lambertus is weer terug in Durp. Maar nu ga ik immers Burg optreden die nog nooit in Durp geweest is. En wij Durpzangers zien er ontzettend trots op dat ze vanavond onze gast wil zien. Dames en heren, voor het eerst in Durp, voor het eerst hier in Schouwburg Kupje. En ik hoop dat u met een daverend applaus zult ontvangen. De wereldberoemde Griekse zangeres Nana Mouskouri. Als je wilt, moet je mee.
ga ik eens een plezier doen. En dan moet je eens allemaal naar de Riet gaan kijken. Daar liggen drie bruggen. Ellie, in de verste verte in het droogwater te vingen. Maar wel drie bruggen. Als je de weg niet bent, merk ben je, zal ik het even vertellen. Je gaat hier gewoon bij een diepte van Heuvelstraat af. Even een tankstation erbij. Kom je op een kruispuntje, rijd door de kapel. Rechts gaat de Schrobes, links gaat de Rieden. Mocht je dat zien, en weet je het nog niet precies, dan vroeg je maar even, want er steekt een lichting in de weg over. Nou werd water ongekeurd, maar ik hoop het trouwens van niet, want ik vind het zo'n grote vijver, vind ik een heel griezelig idee, vlak daar bij de Wiedel. Les nog de oude als een oud mensje, dus nog te kijken naar het graafwerk, te zitten tegen zo'n plantsoenbeamte, dan zit, maak je er nog de vijver van? Nou, zit de beamte, we weten nu als we dit niet van leven hebben, dat zien ze toch niet tegen zo'n mooie mens. Zeg nog, dat kunt geen water onder mij ik nog maar niet ongerust. Ongelukkig zit, ik dacht al zoiets als mij zien. Maar goed, die kapelsen die mijnen dan werkelijk dat een brug, dat het stads is en daardoor moet er een brug komen. Venner heet een brug, Remun heet een brug, dus... Ja, kapel een brug. En hij heeft Pietje Tielen toen nog met de boek gegooid. Toen is hij blijkbaar vroeger zijn bestreek geweest en ik heb... In Maastricht hebben ze drie bruggen. Hupsakee, kapel drie bruggen. Hupsakee, daar ging ons onroerend goed belasting in. En we gaan nou weer, dat hebben ze hier met een liedje van de Durverzeggers zelf. Een liedje over het leven, wie dat heet, intern is gegaan. Dat loopt al hier lang. Want als je nou wel leeft bij, hey Frits bijvoorbeeld, dat is al 22 jaar erbij. En wie van de Wedervingers, 22 jaar erbij. Wil en Willem, 11 jaar. Dus er is wel een einde wanger wat te vertellen. En de solo, die zingt ja. In de herzogheden in Torjok, toen pakken zeer de wegels al te pletter. Wie moet dit keer de kostuum schenken? De lange ongelbox die loog al klaar. Ja, wij zo de oren lang. Wij eind met beer en wien komen de goeie ideeën. En Wiel en Willem waren beste vrije. De Friese vorst dat het wordt nummer eind. Maar wij heiden ons gedacht. Alles leek nog in. Dus 11 jaar al heel bedreven. Mij zou die ons het liefste preugel geven. En zij die binden ouwe hoeren zet. En ook Willem wordt niet meer gemist. Al ging die in die 11 jaar soms pleiten. En riepen wij een neuzel weg hem kijten. Wat moeten wij zongen de pianist. Maar we hebben ons gedacht, alles leek nog eens niks van. Zonder dan ze hier ik door het span, wij hebben maar kloppen met je wang.
de kop hebben we echt geen plan, al blijven we gewoon een dorper jongen. Zonder die twier hebben we niet gezongen. Een feitje weer, dat is dus Ossendang. Samen maken we het wald soldaat, als Kiel ons eerste erelid wil weren. Dan kunnen we ons kelen duchtig smeren, want met een pilsje weten we wel rood. Dan de klompendans en nou de klompen toch nog aanzien, gooien we er met de gang een gezellige ouderwetse wals achteraan. Als je er zin in hebt, pak uw buurman of buurvrouw in de arm en sjoekel dan maar gezellig met. Ons volgende liedje, Oze Opa. Ja, dames en heren, zo hebben we een Grieks gedeelte gehad, we hebben een Hollands gedeelte gehad en we gaan al besloten met een Zuid-Amerikaans liedje. En dat wel naar aanleiding van de reis van de Bordel Boys naar Curaçao. Daar heb je ongetwijfeld allemaal al van gehuurd, maar wat je heel zeker niet weet, en dat is een geheim wat ik u nou even over kan verklappen, is dat wij als dorpenzangers met de Bordel Boys metgaan naar Curaçao. Ja. Oh, wat? Wij gaan naar Curaçao. Wij gaan met de Bordelboys op Curaçao. Oh, ik hou niet van die grapjes. Ja, dat ga je ze wel eens iedere morgen zeggen. Ik kom niet met. Oh ja, wel, dat is wel. Nee, nee. Ja, luister, Gerard. Ja.
als ze met Gijs, ik zal het klopt met die maken, als ze met Gijs, dan mocht Stig op Curaçao een solo zingen. Oké? Oké. Pegas.
Je hoort het nooit in die gemaakt heet. Wie van Giel van der Soes? En de Sirtaki, die is ingestudeerd door Riet Cox Hendricks. En ook zien de luchtige hoogheid Prins Sijp de Tweede wil de Wilmerzengers heel veel van harte bedanken voor hun optreden heeft over op deze laatste zittingshof van de Wilmerkuus. En ik zou Willem en Thea willen volgen ook nog zitten de luchtige hoogheid Prins Sijp de Tweede de Gool een dood, een vlukje en een onderscheiding in ontvangst gewoon nemen. De overige persoonen van de Wilmerzengers kregen van de Hoogsleden een medaille hoe gereden. En dan wilden we afscheid nemen van Roos Dulper Zingers op de muzikale van de Dulper Plasgeweld. Drie keer de buitenlandse van Roos Dulper Zingers.